Deze beschouwing die gaat over het wonder van de conceptie. Het valt mij op dat de laatste tijd er. Nou, ik moet zeggen, het al langer hoor. Dat mensen zich niet meer bewust zijn van wat conceptie is. En conceptie is het begin. Van het leven. Van een mens. Ja. Dus ieder mens is begonnen als een bevruchte eiscel. Elk mens. Ook een hond, by the way. En een kat. Zelfs bij vogels heb je dat. We hebben alles. Ik weet dat er... Uh, ...diersoorten zijn en dan gaan de vrouwtjes... ...die gaan uh, eieren leggen. En dan die mannetjes... Uh, ...sproeien dan... ...hun sperma over die gelegde eieren heen. En de eieren... ...die niet door die sperma... Uh, ...worden doorboord... ...dus waar geen conceptie plaatsvindt... Daar komt ...dan komt er ook geen dingetje uit. Maar je moet dus... Uh, ja, ...van die Eicellen hebben die door een spermatozoïde. doorboord worden. En dan komt er een nieuw wezen. En anders niet. Bij planten heb je ook zoiets. Niet bij alle planten, want er zijn planten en die zijn. hoe noem je dat? Nou ja, die, die groeien alles maar door. Die hoef, uh, daar hoef je niks mee te doen. maar heel veel planten die hebben die ja die hebben die met die zaadvorming en zo hè? die hebben dan moeten die die, die, die dingetjes en die stampertjes of zo zoiets was het. Daar heb je ook die bijen voor nodig. Dat die die bijen die gaan dus op het ene bloemetje zitten op het mannelijke bloemetje zullen we zeggen en dan nemen ze dat spul mee. En dan gaan ze op de volgende bloemetjes zitten en, en ze dat nectar halen ze naar binnen. En onderwijl wordt dan uh, die vrouwtjesplant uh, bevrucht. Of juist andersom. Nee, nee, die, zullen die vrouwtjes zijn. Zo zullen ze het ook wel genoemd hebben. Dat het die vrouwtjesplantjes zijn die dan bevrucht worden met het spul van de mannetjesplanten. Zo zie je dus dat in, het, in de natuur... Uh, er maar twee geslachten zijn, mannetjes en vrouwtjes. En bij de conceptie wordt dat bepaald. Er zijn trouwens ook planten en die zijn hermafrodiet, die zijn eenhuisig. En dat betekent dat ze zowel mannelijke bloemetjes hebben als vrouwelijke. Maar dat bestaat ook. Bij mensen heb je zoiets ook. Het is een hermafrodiet. Dat wordt er wel eens gebruikt. Dat zijn mensen, maar die kunnen geen kinderen krijgen. Die zijn onvruchtbaar. Maar er zijn plantensoorten en die zijn eenhuisig. En heb je dus op één plant heb je zowel mannetjesbloemen als vrouwtjesbloemen. Die planten kunnen zichzelf dus bestuiven, zo heet dat ja, stuifmeel. Of de bijen doen dat. En dan bij de beide mens, uh, uh, in de vrouw, uh, daar heb je dus de, die eileiders. En daar heb je er twee van: hè? eentje naar links, eentje naar rechts. En aan het einde van die eileiders daar zit een soort draaimolenachtig ding. En die produceert eens in de vier weken. een ijscel. Ongeveer. Dat moment waarop zo'n eicel loskomt. dat noem je de ijsprong. En de ijsprong die. Wie kan je aanvoelen komen als vrouw, by the way? Want je lichaamtemperatuur stijgt dan. Dat is wel leuk zo. Ja, iedere uh, jonge vrouw op het middelbaar onderwijs zou in het kader van het vak biologie, en daar heb ik het over, zichzelf dagelijks moeten temperaturen voor een periode van een paar maanden. en dan een grafiekje maken. En dan zie je het patroon zo. Alleen lichaamstemperaturen. En dan moet je een paar maanden doen, want je kan natuurlijk tussendoor hebben dat je een keertje koorts hebt of zo. En dat verstoort dan de boel. Dan heb je een of andere ontsteking of whatever. Maar normaal gesproken, als je niet ziek bent, dan varieert jouw lichaamstemperatuur met een frequentie van eens in, uh, met een periodiciteit van vier weken, 28 dagen. Dat hangt ongeveer samen met de frequentie waarin de maan om de aarde draait. Ja. Heeft dat wat met elkaar te maken? Nou, wat denk je zelf? Ik heb het over het wonder van de conceptie. Dat is heel wonderlijk allemaal hoor. Nou, en dan heb je dat er zo'n spermatozoïde, die gaat zo'n eicel doorboren. En dan sluit zo'n eicel zich zo goed als onmiddellijk voor een eventuele nou, tweede spermatozoïde. Die denkt dan: oh, wat hij kan, kan ik ook. Nee, eentje scoort er en dan is het boem. En dan gaat dat, dat genetisch materiaal van die spermatozoïde, dat, dat mengt zich met het genetisch materiaal van de eicel. Nou... Het genetisch materiaal van de eicel cel dat bestaat uit twee X-chromosomen. En het genetisch materiaal van de spermatozoïde. Dat bestaat uit een X- en een Y-chromosoom. En dan is de grote vraag. wordt het een XX-dingetje? In welk geval je een meisje krijgt? Of wordt het een XI? En die kans is vreemd genoeg. Uh, Ongeveer precies 50%. Dat scheelt soms iets. Ja. Volgens mij worden er iets meer mannetjes geboren dan vrouwtjes. Maar het scheelt niet veel. Dat ik je ook niet heen kijk, dat scheelt niet veel. 50-50. Nou, dat is toch wel bijzonder, vind je niet? Dus je zou denken, ja, die XX-chromosomen die willen een tweede x erbij of zo. En die denken, wat moeten we met zijn ei? Ik wil ze niet zijn ei. Ja, maar dat is dus niet zo. Het is dus XX of XI en dat is 50% kans. Ja, als je even nadenkt over mogelijk mogelijkheden ja, heb je met uh, 3 X'en en 1 EI en. 1I een, uh? Ja, misschien kon je wel laten, 50%. Nou, ik erover nadenk. Dus kennelijk is de, Ja, goed, maakt niet uit. Je krijgt een mannetje of een vrouwtje. En het zijn er maar twee. Twee mogelijkheden. Mannetje of vrouwtje. Ja. Ik denk dat je ook kan stellen dat op het moment dat dat, dat, dat gebeurt. Dat, dat. er sprake is van een geboorte. Dat er gebeurt dan iets. Hè? Er wordt eventjes vastgelegd. Wat het geslacht is. En voor die tijd is dat onbekend. Het enige wat je voor die tijd weet is dat een eicel, dat die XX heeft, want een eicel komt uit een vrouwenlichaam, en dat de spermatozoïde, want die komt uit een mannenlichaam, ja, die heeft XI. Dat is het enige wat je weet. Hè? Maar je weet niet het geslacht van het kind. Nou, dat weet je op het moment dat die eicel, dat die conceptie heeft plaatsgevonden. Dan weet je dat. Dat weet jij nog niet. Ja. Op het moment dat het gebeurt. Ah. In principe zou je het dan kunnen weten. Dan moet je een soort hele uh, sterke uh, microscoop hebben of zo. En dan moet je. Uh, ik zie het. Het is XX. Het is een meisje. Of het is XI. Het is een jongetje. Apart hè. En je kan zeggen dat die eicel. zolang die nog niet gecon, die conceptie nog niet heeft plaatsgevonden. dat die eicel zo goed als onbewust is. Dat is niet helemaal waar. Maar hè? Nou, het bewustzijn van die eicel. dat is. Uh, ja. Nee, dat, dat kan niet veel zijn. En die spermatozoïde, idem die is er ook wel bewust. Want die heeft zoiets van. ik moet er tegenaan, ik moet er tegenaan. en dan zwemmen tegen de stroom of whatever. Hè? die spermatozoïden, die, die reageren op, noem het maar, lokstoffen of zo. Dus het zit niet een beetje ad random te zwemmen. Nee, het gaat daadwerkelijk richting de eicellen. Het heeft iets te maken met zuurgraad. Dacht ik. Maar er zit een stukje scheikunde bij. Dat weet ik wel. Ja, waarom ook niet. Dus zo'n spermatozoïde heeft iets van een bewustzijn... Maar stelt niet veel voor. Hè? Maar zo gauw dan dat spermatozoïde binnendringt in een eicel... dan is het afgelopen met die spermatozoïde. Want die kan dan niet meer met zijn zweepstaartje. Dat heeft hij, zo'n zweeppaardje. Die... Ik wil vooruit, ik wil Maar vooruit, Dat kopje zit erin. Die zweepstaart heb je dan helemaal niks meer aan. En dat kopje gaat erin. en dan gaat het DNA gaat erin. En dan krijg je die versmelting met het DNA van de eicel. En dan is het of mannetje of vrouwtje. en dan is het. In één keer kaboom. En ik denk dat je, ja, dan moet je zeggen, als je al aanneemt dat een spermatozoïde tot op zekere hoogte een, een waarnemingsvermogen heeft, een ervaring heeft. En die eicel ook, heel beperkt, maar is dan die, heeft die conceptie plaatsgevonden, dan kaboom. En dan explodeert dat waarnemingsvermogen. Daar moet je van uitgaan. En het geslacht staat vast. Dat kan daarna niet meer wijzigen. Wat we nu in Nederland en andere landen doen, is dat mensen zeggen: ik ga een geslachtsveranderende operatie aan. Ja, dat is niet zo. Je kan je penis laten amputeren en er iets mee gaan doen of zo. Ja, je kan wel. Ja, maar je kan niet je, je chromosomen veranderen. Je geslacht wordt bepaald op het moment van de conceptie. Bij die wonder, wonderlijke conceptie. Toen stond het vast. En zoals dat kwartje toen gevallen is. dat kan je nooit ongedaan gemaakt worden, maken. Dat kan niet. En er zijn er mensen. dat is echt heel zielig. die. Zijn geboren, uh, ja, die hebben XY chromosomen. En ja, die kijken naar de samenleving en die willen helemaal niet als XY gezien worden. Ze voelen dat ze dan moeten voldoen aan een bepaald verwachtingspatroon waar ze niet aan willen voldoen. En dan zien ze de mensen en die zijn geboren met XX. En dan zien ze dat, die een ander, dat de samenleving een ander verwachtingspatroon heeft aan die personen. En dan zeggen ze, dat wil ik ook. Ja. Dus die zeggen dan, ik wil geen mannetje zijn. Of ik wil geen vrouwtje zijn. Ik, ik wil van de andere kant zijn. Maar hij heeft alles te maken met... Wat ik zei, de verwachtingspatronen van de samenleving aan zo'n individu en de verwachtingspatronen van het individu aan de samenleving, gegeven het feit dat ze Xi zijn of XX. Want je kan wel als Xi-persoon, dat dat dus ooit bij de conceptie was het Xi geworden, dat had net zo goed XX kunnen zijn, maar dat is niet gebeurd, het is Xi geworden. En dan ben je zo geboren en dat jij dan denkt van, oh, dat wordt een heel erg vervelend leven, want ik heb Xi. Terwijl dat eigenlijk ook helemaal niet zo hoeft te zijn. Het kan ook zijn dat het alleen maar in jouw hoofd zo lijkt. En het is zo dat er mensen zijn. Het was laatst een, een psychiater op. Die ik dan las op internet die dat. Duidelijk aangaf. Dat hij heeft dan veel therapie gegeven met die mensen. En hij zei dus. Van, ja, als je met die mensen gaat spreken. Die, zo, die dus ontevreden zijn over hun x-eien gebeuren. Terwijl ze, ze hadden liever x-x gehad. Hij zei. In een groot aantal gevallen. Uh, kan je dat. ja Middels goede gesprekken. Kan je die mensen een andere, op een andere manier naar de situatie laten kijken. Waarbij die mensen zeggen: Oké, okay, ik, ik kan het accepteren dat ik x heb en dat ik liever XX x had moeten zijn, had willen zijn en dat gaat in een keer niet. En, en, maar er zitten ook positieve kanten aan dat ik X-I ben. Die dus niet alleen maar de negatieve kanten zien van het x gebeuren, maar ook positieve dingen aanzien. En dan uiteindelijk zeggen we: nou ja, laat me zitten. Oké, okay. dan ben ik maar een mannetje. En zei de psychiater: er zijn gevallen waarin die mensen, ja, ook al ga je daar drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien jaar mee uh, kletsen, er verandert geen snars. die blijven maar in tranen uitbarsten als je ze vraagt. Dat is echt één groot drama. Die mensen gaan er gebukt onder. Dat is echt verschrikkelijk. En hij zei, nou, als je dus... Dan heb je twee mogelijkheden. Of je laat ze los, dan laat je ze maar dengelen. En je kan ze niet helpen met een therapie of wat dan ook. Er is echt niks, niks, niks aan te doen. of... En dat verzacht de pijn enigszins. Want kijk, je kan die chromosomen niet veranderen. Je, je kan niet tegen iemand zeggen: van oké, okay, we doen de conceptie overnieuw. Dat kan niet. Maar iemand, dan kan je dus voor de vorm, als samenleving, zo iemand de helpende hand reiken. En dan een penisamputatie doen. En. Hormoon, dingen ze, krijgen ze borsten. En, en dat zijn dus ja, dat zijn psychiatrische gevallen. Die zijn ernstig. Ja, die hebben een, moet zeggen, een grote discrepantie. tussen de verwachting die ze hebben van hun leven. en uh, de kaarten die ze van de natuur hebben gekregen. Huh? Yo, op deze manier heb ik er geen zin in. Zo, hè? Die zei erbij van ja, zo'n keuze tot zo'n uh, penisamputatie en alles wat er verder bij hoort, dat kan je dan doen, maar dan moet het wel heel duidelijk zijn dat uh, goede gesprekken niet helpen. En dat moet je niet doen na drie sessies. Dan zeggen, oké, okay, uh, nou, ik zie het al, er is niks aan te doen. Want, zei hij, soms heb je wat meer tijd nodig om uiteindelijk iemand zover te krijgen dat hij zegt van oké, okay, ik accepteer het. En dat ze dan niet meer jaloers zijn op mensen met xx. En dan kunnen zien van ja, met xx, dat is ook niet alles. En uh, ja, ik ben dan maar xy. En dat is uiteindelijk het beste. Uh, het beste is dat ieder mens accepteert zoals hij is. Uh, ik ken iemand en die is spastisch geboren. Nou, zo zou jij denk ik niet willen zijn geboren geweest. Uh, hij ook niet. En uh, kom je erbij? Uh, op het moment dat de andere kinderen van zijn leeftijd gingen lopen, uh, kreeg hij een rolstoel. Dan uh, kon hij rollen. Ja, hij is nu hij is wel ergens of tegen de dertig aan of zo, denk ik. Heel aardig gast. We kennen hem uit de kroeg. Ik ben heel lang niet meer geweest in die kroeg. Misschien ga ik er wel nooit meer naartoe, maar ik zou hem wel missen. Ik mis hem ook wel. Een vrolijke gozer, man. Maar goed, dan zit je dat zuipen met z'n allen. En, uh, hij drinkt ook lekker. En dat vind ik allemaal niet erg. Want dan weet ik zocht hem ook als een ketellapper. En dan moet hij pissen. Ja, en in een streetcafé. waar ik hem dan. niet alleen daar hoor. maar dan kwam ik hem ook tegen. Het, het meeste kwam ik hem tegen in een streetcafé. En ik vond het altijd leuk als hij er wassen. Nou, Zo'n rolstoel met twee delen. <laughs> stond het, uh, dat motordeel, dat stond buiten. ik. Oh, hij is er. Leuk, gezellig. Dan wat lachen. Altijd lachen met hem. Altijd lachen. Oh, 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 oh. Gewoon om niks hoor. Gewoon alleen maar geinen. Gewoon... Nou, hij kon heel verrassend uit de hoek komen. Dat ik het uitproeste, man. Kijk. Hij is niet blij met zijn spasticiteit. En als hij moet pissen in het schietcafé, ja, dan moet iemand moet hem helpen. En dan, moet hij effe, uh, dan kan hij zijn voorwieltjes uh, van zijn rolstoel, die kan hij dan wel uh, dat verhoging op krijgen. Dat niet eens zo heel, heel hoog of zo. Maar die grote stoel, die grote, uh, grote uh, wielen aan, aan de achterkant, ja, die krijgt hij er niet op, dat, dat lukt niet. Dus dan moet er iemand achter hem komen staan en er zitten van die handvaten en dan trek je hem even omhoog. En als hij dan, want als hij een beetje dronken is of zo, dan moet je tegen hem zeggen van hé, hey, wel even voorover gaan leunen, Want soms heeft hij wat op of zo, als je stoont en dan is hij afgeleid. En dan gaat hij achterover hangen in zijn stoel in zijn rolstoel. En dan moet je zeggen, hé, hey, wel even voorover zitten man. Want anders til je echt het hele gewicht omhoog. Hij is niet zo zwaar, maar dan nog. Heb ik hem horen klagen over. Uh, uh, ik ben eigenlijk ben ik, uh, qua geest helemaal niet spastisch. Uh, ik, ik wil een niet spastisch lichaam. Nee, helemaal niet. Maar hij is het er, er niet mee eens. Ja. Hij vindt het niet in die zin uh, een pluspunt of zo. En hij heeft het geaccepteerd. Oh, terwijl het best ernstige gevolgen heeft voor je bestaan in deze samenleving, Snap je. En dan zijn er mensen en die, ja, die doen er echt behoorlijk moeilijk over. En dan zitten er bij waarvan ik denk van jongen, jongen, jongen. Ja, je moet eens dus even kennis maken met die ene gozer in zijn rolstoel. En even kennis maken met hoe hij omgaat met een teleurstelling. En bij die conceptie... Hè, dan, dan stijgt dus in één klap... Hè, met dat, dat dna dingens bij elkaar is... heb je dus XX of XY... dan stijgt in één klap dat... Dat waarnemingsvermogen van dat geheel van moleculen. En het begint als een debiel te delen. Dus je hebt in eerste instantie één eicel en dan één spermatozoïde. En als het bij elkaar gekomen is, dan uh, huppakee, uh, heb je er twee. <laughs> en twee, dat wordt vier. En vier, dat wordt acht. En acht, dat wordt zestien. En 16 wordt 32, en 32 wordt 64. Op oh, perrie, wat kan je goed hoofd rekenen? Ja, ik ken deze serie uit mijn hoofd. Je... Ik ben programmeur. Dus. Als 2 tot de macht 0 is 1, 2 tot de macht 2 is 4. En 2 komt van binair rekenen. Dus ik ken die hele serie uit mijn hoofd tot en met uh, 2048. En dan daarna, en dan moet ik gaan rekenen. En dan, moet ik gaan, en dan ga je vals pennen. Nou. He 4096, nee, hey, die weet ik nog allemaal. Op, ja. Maar dan weet ik het niet meer. Hoor. Ja, ik weet er nog uh, 2010, dat is uh, 1024 dan zijn we thuis. Nee, hey, dat zit er al boven, wacht even, nee, nee. Tot en met 1024 weet ik hem. Dan krijg je 2048 en dan krijg je 4096 en dan weet ik het niet meer, ja. Uit mijn hoofd. Maar zo gaat zo'n ding dan delen. Bijzonder, hè? En wat dan ook heel bijzonder is, is dat zo'n bevruchte eicel, uh, die begint al gelijke uh, signalen af te geven: van, oh, ik ben, oh, ik ben bevrucht. Oh, we zijn hier in eentje. Oh. En dan gaat het lichaam van de vrouw zich er helemaal op instellen. En dan gaat die bevruchte ijzel, die kleeft dan als het ware aan, ergens in de baarmoederwand. En dan begint het te groeien. En verder te delen dus. En, maar dan komt er ook een moederkoek. Eh, jongen, er gebeurt veel hoor. Dat is heel, heel bijzonder. Dat is een wonder. Het is ook een wonder bij een kikkervisje natuurlijk. Dat is ook zo wonderlijk. Maar bij de mens, wow! En dan te bedenken dat als een mens uh, negen maanden lang in de buik heeft gezeten en dan komt hij er in de regel uit, hè, dan is die mens maar niet eens af. Hè. Die kan niet eens lopen. Je hebt al wel de ogen open, dat dan wel. Maar je kan niet lopen. Nou, je kan natuurlijk geen vast voedsel tot je nemen. En pas na één jaar kan je lopen. Dat is lang hoor. Vergeleken met de. Als je er kijkt naar de apen. Nou, volgens mij apen die geboren worden, ik denk ze vrij snel kunnen lopen. Een siraffen die kan onmiddellijk lopen. Als een siraffen geboren wordt, moet ze gelijk lopen. Dus dieren zijn bij geboorte veel zelfstandiger. Neem een schildpad. Een schildpad die komt uit zijn schaal. Moet hij zelf nog doen ook. En dan begint onmiddellijk de survival of de quickest. Want die schildpad etende vogels die weten precies wanneer, de schildpadjes, uh, wanneer het schildpadjes seizoen is en die zitten allemaal te wachten. Ah, lekker van die verse jonge schildpadjes. en dan is dat schildje nog helemaal zacht en ah, dan ben je een heerlijk maaltje voor een uh, Jan van Gent. of zo, <laughs> een of andere roofvogel. nou ah, die vreet je erop jongen. Heb je heel veel van die kleine schildpadjes. En van de duizend of zo uh, weten er één à twee. weet weten de voetlijn te halen. En ja, dan ben je voorlopig even veilig. Maar ook je leven nog niet zeker hoor. Vandaar ook dat die schildpadden. die leggen niet één hebben, Ja, maar dat gaat met tientallen, zo niet honderden tegelijkertijd. En dan maar hopen dat er, hè, dat er eentje volwassen wordt. Een hele andere manier van, hè, van de hele conceptie tot aan het nieuwe wezen. En bij ons, wij springen er veel zuiniger mee om. Het is gewoon één eitje per keer en dan is er één kindje geboren. En o, oh, no, 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 no. Wij laten onze kinderen niet aan het lot over. Dat wil zeggen, dat horen we niet te doen. Dat doen we in een hoop gevallen wel, of in te veel gevallen doen we dat wel. En dat hoort niet. En dan hebben wij geen respect voor het wonder van de conceptie. Snap je? En het is erg dom om geen respect te hebben voor iets wat een wonder is. En in dit kader hè, van het wonder van de conceptie, en dan wil ik nu even stilstaan bij het begrip uh, anticonceptiepil, uh, die bestaat niet. Want de conceptie, het feit dat een spermatozoïde een eicel, uh, eicelwand doorboort en dan naar binnen drinkt en dat er dus die versmelting plaatsvindt van het genetisch materiaal, dat is de conceptie, ja, dat kan je niet tegenhouden. En wat ze tegenhouden wat, wat tegengehouden met het slikken van die, van die pillen. Is dat een bevruchte eicel niets hecht aan de baarmoederwand. Dus het wonder heeft plaatsgevonden. Het wonder van de conceptie is er. Het geslacht is dus vast komen te staan. De eerste delingen hebben waarschijnlijk al plaatsgevonden. Schat ik zo, weet ik niet precies, maar. Dus die wil zit al helemaal in die bevruchte cel. Die wil is er al. En dan moet het opgevangen worden door de baarmoederhalswand. En de baarmoederhalswand is ongevoelig gemaakt voor de signalen die die bevruchte eicel afgeeft. Dus die merkt niks. Dus die ijzel komt eruit, ik kom eraan, ik kom eraan, vang me op, vang me op. En die baarmoederhalswanten. Die... En dan bats. En dan gaat zo'n bevruchte eisel, die al een ervaring heeft, zeg maar. Uh, die valt uiteindelijk in de play. In het toilet. Of belandt in een onderbroekje. Dus het is geen anticonceptiepil. Dat wil ik maar even zeggen. Het is een pil en die verstoort de hormoonhuishouding ernstig. Zo ernstig dat dus een bevruchte eicel niet wordt opgevangen door de baarmoederhalswand. Omdat de baarmoederhalswand die signalen niet bemerkt dat er dus wat aan de hand is. Die baarmoederhalswand is als het ware in slaap gesukkeld. En dan dat wordt kunstmatig opgewekt met iedere dag een pilletje te slikken. Ja. En we weten dat dat schadelijk is voor het lichaam van de vrouw die die pillen slikt. Je hebt een verhoogde kans op borstkanker. Dat weten wij. Zo lopen ze ook de mekkeren mee hoor. Dat ze minder oestrogeen... Ja, ze hebben het wel in de gaten. Dat het niet zo heel gezond is om... aan de pil te gaan. Dat is ook een vreemde titel natuurlijk. dan de pil. Wat is nou weer de pil? Ja, de pil waarvan iedereen weet waar hij het over hebt. Ja, ja. Hormoonverstoringspil moet je zeggen. Zo. Ja, dokter. Ik ben... Uh, ja, ik wil echt wel seks hebben... Maar uh, ik, kan, uh, ik wil niet zwanger worden. Dat kan ik er even niet bij hebben. Uh, wat adviseert u dan? Nou, ik adviseer dan als arts een ernstige verstoring van uw hormoonhuishouding. Dan uh, kunt u uh, met een kans van, uh, nou, vrij groot, uh, niet zwanger worden. Oh, en wat zijn de kwalijke gevolgen? Oh, nou ja, verhoogde kans op borstkanker. Maar alleen als je het langer gebruikt dan een maand of zo hoor. Maar als je een maandje lang uh, niet zwanger wil kunnen worden, wow, loop je bijna geen risico. Maar uh, ja, nou, als je het een paar jaar gaat slikken, deze pil, dan uh, aantoonbaar hoger risico. Ja, ja. Oh, en krijg ik dan borstkanker aan één borst of aan allebei? Oh, zit die as. Ja, dan moet ik even nog verder kijken in de bijsluiter. Ja, soms in allebei de borsten snap je, het is best morbide hoor, als je dus geen respect hebt voor het wonder van de conceptie. En dan kan je dat soort leuke grappen gaan maken. Want zo is het. Ik werd hier, uh, werd bij mij aangebeld en er stond een jonge vrouw, ergens in de twintig... ...en die wilde collecten doen voor, Hij was iets van helpvrouwen met uh, borstkankerdiagnose... En toen zei ik tegen haar: van, Nou ja, daar ga ik niet aan doneren, dat, dat doe ik niet. En ik vroeg aan haar: van, uh, Weet jij dat, dat, de kans, dat de kans op borstkanker toeneemt als je de pil slikt? Wist ze het niet eens. Nee, maar wel geld komen vragen voor als er borstkankergevallen zijn. Ja. Ik zou toch even kijken naar waar die borstkanker vandaan komt, want borstkanker is een tamelijk moderne ziekte. Een jeetje, waar zou dat vandaan kunnen komen, zeg. Wat doen vrouwen nu, wat ze vroeger niet deden? Nou, bijvoorbeeld uh, die hormoonhuishouding uh, van hun lichaam verstoren. Uh, funest. In ja, zeggen, aanmerkelijke getallen, aantallen. Ze hebben het ontdekt in de jaren tachtig al. De vrouwen met een borstkankerdiagnose. Er werd onderzoek gedaan naar ja, levensgewoontes. Roken bleek ook een factor te zijn. Nou, wel meer dingen. En het slikken van de pil ook. Van de pil dus. Het verstoren van de hormoonhuishouding. Dat was ook een factor. En ik neem aan dat ik dat als vrouw niet wil. Mijn moeder, ik weet niet hoe het bij haar kwam hoor. Maar die, die heeft dus ook zo'n diagnose gehad. Bij haar is dan de linkerborst geamputeerd. Ja, dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. Ik moet je zeggen, ik heb het er met haar echt niet over. Het is, is verschrikkelijk. Je bent voor het leven getekend. Letterlijk. Het is heel lang geweest dat zij niet in, in bad, dat ze daar heel moeilijk vond om in badkleding naar het strand te gaan. En zeer zeker geen bikini. Uh, absoluut niet. Hij is een of ander badpak, een hoge sluiting en alles. En, want anders zag je al die littekens, man. En die badgasten die kijken daarnaar. Er nee, is geen geintje. Het wonder van de anticonceptie. Uh, het wonder van de conceptie. En die andere is, uh, waar je het over moet hebben bij het wonder van de conceptie, dat is abortus, Ook levensgevaarlijk. Dat moet je niet doen. Ik had een, een partner, de, de moeder van, mijn eerste, van haar... Uh, van haar tweede kind, dus zij is, voordat ik haar ontmoette, had ze al een abortus laten plegen. Nou, toen kwam het kind wat dus nu 19 is, die is dus niet geapporteerd, ha 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 ha. En toen kwam er nog een kind, ik neem aan dat dat van mij was, ook, ook van mij was. Dat weet ik niet zeker hoor. Het is een hele verwarde vrouw. Dus ja, dan kan je niet instaan voor iemand haar, haar gedrag. Hè. En die heeft haar tweede kind laten aborteren bij 14 weken. En ze was toch al verward. En... en. Dan krijg je dat ook nog, hè. Oh, 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 oh. Maar niet doen hoor. Als ik. Jij ja, dus. Uh, Jij ja, bent zelf een vrouw uh, die nog zwanger kan worden. Ja, wees je goed bewust van uh, wat het zwanger worden is. Uh, dat is niet zoiets als een ijsje halen bij de groenteboer. Ijs bij de groenteboer. Ja, die heeft toch dus zo'n vrieskist. Daar ligt er van die voorverpakte ijsjes in. De conceptie, dat is een, ja, een heel groot wonder. En zo'n bevruchte eicel, dus als je dus zwanger raakt en dat je dus uh, die ongesteldheid komt niet meer, uh, dat betekent dat het lichaam al he helemaal bezig is. Hè? Want als je niet ongesteld wil worden, bijvoorbeeld, uh, ja. Uh, ...met een bepaalde hormoonverstoring... ...en dan moet je wel een andere vragen... ...maar ze kunnen ervoor zorgen dat jij helemaal niet meer ongesteld wordt. Dat zou ze dus helemaal niet doen. Uh -huh. Maar goed, als jij een bevruchte eicel in je buik hebt... Ja, ...dan word je dus niet meer ongesteld. Ook niet één keertje nog. Nee, helemaal niet meer. Want not. De, de hele boel klapt om... En als je dan, zoals in het geval van de moeder van mijn kind, na veertien weken, dus dan ben je drie periodes verder, drieënhalve periode, en een periode is dan vier weken. Dat is een beetje het tempo van de vrouw, waarin ze tik tok, tik tok. En na tien periodes, dat is veertig weken, toch? En negen maanden. Of is er iets van tien weken of zo? Even kijken, want een maand is dan. Ik dacht, je moet zeggen tien periodes. En niet negen maanden, want een maand is meer dan één periode, snap je? Nou, je kan het zo uitrekenen, negen maanden is dan negen keer dertig en een half. Pak even mijn rekenmachine erbij. Uh, 9 keer 30 punt 5 oh, precies. 5. Dus uh, 264,5, uh, dat zal kloppen. Dat gedeeld door 7 is. Oh, wachtjes. Ja, 40 weken. Dat moet je zeggen. Ja, ja maar dat is dus 10 periodes. Hè? Ja, natuurlijk ja. 40 weken. Eén nou, periode is vier weken. Dus na tien periodes ben je klaar. En zij had dus drieënhalve periode erop zitten. Ja, dat lichaam is volop bezig. Volop. Het had nog zes en een halve periode te gaan. En als je dan zo'n zo kind weghaalt, ja, het veroorzaakt een lichamelijk trauma van hier tot aan Tokio. En wat je hormoon gebeuren op dat moment gaat doen, daar is geen pijl op te trekken. Ja, los van het feit dat het. het Laten uitvoeren van een aportus ook niet zonder direct gevaar is. Want ze werken op de tast. Het is mogelijk dat ze bij het uitvoeren van een aportus, dus er moet die, die, dat kindje moet eruit gehaald worden in stukjes, en dan hebben ze een soort stofzuiger nodig, een stofzuiger met een, hele hoge, een heel hoog zuigvermogen. En ze kunnen, terwijl ze dat doen, middels een uh, sonar of zo, zo'nzelfde apparaat wat ze gebruiken om te kijken of het een jongetje of een meisje is als je zwanger bent. Hè? Dan krijg je van uh, dat spul krijg je op je buik gesmeerd en dan doen ze er zo'n ding op. En dan kunnen ze op een computer monitor dingen dus kunnen ze zien van: oh, dit is een jongetje of zo. Hè? Maar kijk, daar zit je hoofdje, daar zit ik, oh, zie Piemeltje en zo. Nou, Zo'n apparaat kunnen ze ook op de buik zetten van jou als jij een abortus ondergaat. En dan kan die aborterende ontvruchtings. Let dat betekent een ont. En dan ortus is vruchten. Dus de, de ontvruchtingsarts. die kan dan zien waar hij mee bezig is. Die, die technologie is er. Maar het is ook uitgeprobeerd. En ja, dat leverde zoveel trauma op. Geestelijk trauma voor de ontvruchtingsarts, abortuspersoon. Want die ziet dan wat hij doet. En dan zie je dus ook dat die vrucht, dat die pijn heeft. Dat die, die gaat dus schokkerige bewegingen maken als je daar met dat ding tegenaan gaat poken om een voetje naar binnen te zuigen. In de slang dus. Dan moet er even een voet geamputeerd worden. En dat voelt dus zo'n vrucht. En die gaat ze dus, been terugtrekken en zo. En, ja, en dan ziet er zo'n ontvruchtingspersoon die ziet dat. En die loopt daar dus een trauma van op. En, die, dan ja, dat doen ze dan tien keer of zo, en dan willen ze niet meer naar hun werk toe. Dus hebben ze besloten om dit niet uh, ja, weer terug en dat ze het gewoon op gevoel moeten doen. Want dan kunnen ze dus niet zien wat ze doen. Ja, dat houdt dus ook in dat ze niet kunnen zien wat ze doen en dat ze dus net zo goed de stofzuigerstang uh, kunnen zetten tegen de, de wand van je baarmoeder. En dat ze een stukje baarmoederweefsel uh, opzuigen en dan zit er een gat in je baarmoeder. En dat kan uh, ernstige, uh, ja, dan, dan, dan krijg je dus een paar dagen na de abortus krijg je plotseling hele hoge koorts. En Dan ben je de lul, jongen. En dan, ja, dan wordt het vaak hysterectomie. Dan wordt alles eruit gehaald. Dus Baarmoeder, eileider, is hele meuk. En je hormoonspiegel, die dus vroeger netjes met een tempo van vier weken op en neer ging. In het kader van het wonder van de conceptie. Ja, die hele variatie in je hormoonspiegel is weg. Dus een abortus is ja, voor jou als vrouw, uh, hoe je ook bent of keert. Laat ik nu even dat kind buiten beschouwing. Hè? Nou, de vraag is of je daar uh, lichamelijk ooit van zal herstellen. Of dat je voor eeuwig hè, tot aan je overlijden, zeg maar. Dat je hormoondingens, wisselingstoestanden... dermate een trap heeft gekregen. dat je nooit meer de oude wordt. hou daar rekening mee. Ja. Dus ik moet hiermee afsluiten, natuurlijk. Uh, dat. Uh, ik heb het nu over gehad. Ik heb het over gehad over de wo het wonder van de conceptie. Dat is echt ongelooflijk. En ik kan je vertellen, ik ben verantwoordelijk geweest voor de opvoeding van een kind, mijn kind mag ik aannemen. Die moeder is verward. Ja, je weet niks zeker bij een verward persoon. En, ja. Ik wist toen al wel dat ze iets van een beetje dat je denkt: goh, die lijkt me een beetje verward. Maar ik schatte toen niet het risico uh, goed in. Dat, nou, ik denk dat ik dat ook niet goed in kon schatten. Uh, wel is het zo dat ik vrij snel, nadat ik haar leerde kennen, met haar seks had. En dat had ik niet hoeven doen. Maar ja, zij wilde zo graag. En je kan zeggen, ze heeft me verleid. Want ik was er niet naar op zoek. Was serieus niet. Echt niet. Maar ja, als man, de geest is verstandig, maar het vlees is zwak. Dus ik ben ervoor gevallen. Maar dan nog, van het opvoeden van dat kind, los van het verwarde gedrag van die moeder, wat maar erger en erger en erger werd. Als ik dat buiten beschouwing laat, dan is die periode van het opvoeden van het kind, dat is de aller, aller, Allermooiste periode van mijn leven geweest. Ik kan daar tranen van in mijn ogen krijgen, en dan niet van verdriet en niet van woede, nee, van geluk. Ik hoef alleen maar terug te denken aan die hemelse tijd: dat ik mocht zorgen, dat ik verantwoordelijk was voor een mens. Dat ik tegen klanten kon zeggen: Ja, het is nu kwart voor vijf en ik moet er vandoor, want ik moet mijn kind van het kinderdagverblijf halen. En dat mijn klanten zeiden van, oh, 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 nou dan hou ik je niet langer op. Hey, veel succes en dan praten we morgen wel verder. Terwijl het soms ging om best urgente zaken. En als ik niet dat excuus had gehaald, dan had ik misschien al met die klanten het kwart over een vijf aan de telefoon gehangen. En dan had hij ook nog van mij verwacht dat ik op hetzelfde moment als ik oping nog even doorging met programmeren. Maar dan horen mensen dat je verantwoordelijk bent voor een kind. En dan zeggen oh, 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 nee, ik hou je niet langer op. Min! Nee, dan groei je als volwassene in, hoe moet ik zeggen, in aanzien. En zo voelt het ook voor jezelf dat je verantwoordelijk bent voor een kind. Niet voor de kat van de buren of voor de goudvis van Joris. Nee, voor een kind. Snap je? Heerlijk. En dan voel je je zo, ja, wat ik net zei, groot En je krijgt er zelfrespect van. En, en het houdt je jong. En je moet ontzettend lachen. En er gaat een hele nieuwe wereld voor je open. En. Tja, als ik eraan begin. De, de, Alleen maar superlatieven. Er zijn mensen die zeggen. Nou, ik ben blij dat ze de deur uit zijn. Want ze waren een zandje van veel kinderen. Nou, daar heb ik geen last van gehad. En ik was ook al blij toen ik aan mijn dochter zag dat ze echt zelfstandig werd. En la, dat vind ik allemaal prima. En nu ben ik inmiddels zo ver dat ik tegen haar zeg: van, nou wanneer kon je weer eens een keertje eten? Het is dus alweer drie weken geleden. En terwijl ik me eigenlijk denk: van ja, wat zie ik nou te zeuren? Want toen ik 19 was, ze is dan 19. Toen ging ik. Nou, mijn vader die. Maar uh, een beetje een rare drol. Die zat dan ook niet zo lekker in zijn vel of zo. En, en die zat weer eens in alcoholkliniek X te I. Hij <laughs> een hele aardige vader gehad, hoor, daar niet van. Maar dat was niet iemand om die tijden op bezoek te gaan of zo, maar mijn moeder dan was wel. Hè? Nou, ik ging dan met de verjaardag van mijn moeder, ging ik dan langs en met Kerst. That's it. En dan misschien nog een keer als er zat toen een nieuwe man, ja dat die nieuwe man jarig was en dan werd ik gebeld en ja, een groot feest en zo. Dat ik ook een keertje langs ging al uh, ja, ze waren, uh, bij elkaar uh, vier keer per jaar of zo. En dan moest mijn moeder dan wel om vragen. Maar voor de rest was ik lekker zelf bezig. Dus eens in de drie maanden of zo ging ik naar mijn moeder. Ik weet niet of dat ik voor... Uh, ik... ging ik bij mijn vader op bezoek. Ja, ik bezocht hem wel. Dan dus zat hij weer zo leuk aan de alcoholkliniek. <laughs> oh, ik heb een leuke jeugd gehad, man. Hij ja, ging ook bij hem op bezoek. Was ik twintig of zo. Ja, ik ben blij dat het kind zelfstandig is. Maar ik ben niet blij dat ze. Om die reden. Ben ik ben niet blij als ze de deur uit is. Want ik vond het ontzettend leuk met het kind. Wat is dat nou? Moeten ze altijd op lachen, wat ben je nou weer aan het doen. En alle leuke ideeën. En dan gaan we dit doen en dat doen. En ze werd zelfstandiger en zelfstandiger. En dat zag ik. En dat zag ik met groot plezier. Want daar ging het mij om. Ik heb haar uh, leren lezen, leren schrijven, leren steppen, leren fietsen, algemene kennis bijgebracht. Ja, niet om de rest van haar leven afhankelijk te zijn van mij. Hé. Hey. Ik heb haar al die dingen bijgebracht, zodat zij zelfstandig zou kunnen zijn. En dat is ze nu. Nou, en ik vind het dan leuk om dat kind weer eens even over de vloer te hebben. En dat dan wel. Nou, en ik heb dan een tijdje lang, uh, nou, een beetje heel erg veel gedronken hoor. Alcohol dus. Momenteel drink ik ook vrij veel, hoor, moet ik zeggen. Maar dan heb je het over thee. Maar ik drink vrij veel thee. Ik moet toch een keer vragen aan de dokter of dat geen kwaad kan. En dat koop ik dan bij de Albert Heijn, maar er zit geen bijsluiter bij. Hè? Dus ja, mag dat eigenlijk wel? Dat je thee verkoopt zonder bijsluiter. <laughs> maar ik heb heel veel alcohol gedronken. En... nou in die tijd miste ik haar ook helemaal niet. De, de godkaste tijd in een roes, man. Ik was boos, gefrustreerd. En, en voor een deel kwam dat ook weg bij dingen die zij had geflikt en alles. Maar, maar het is niet de manier om conflicten op te lossen. En ik heb het wel gedaan en ik schaam me er niet voor. Punt. En nu denk ik: van, Kom, meisje, kom weer eens even langs. Maar zo eens in de maand of zo. Dat is er ook mooi. Komt ze altijd nog vier keer zo vaak langs of drie keer zo vaak als ik toen destijds bij mijn moeder? Nou, dat lijkt me prima hoor. Het, was, het is geweldig dus, hè, Zo, uh, om verantwoordelijk te zijn voor een kind. Het wonder van de conceptie tot aan, hè, als je dat zoals ik mag aanschouwen, een kind wat zichzelf kan redden. Ze heeft niet alles gedaan waarvan ik wilde dat ze het zou doen. Uh, maar, nou, dat vind ik niet positief, maar uh, ja, kom op ze doet een HBO-opleiding. Dus wat zei ik nou? En voor jou dus, zelfs als je een jonge vrouw bent of je kent een jonge vrouw, laat u dan luisteren hier naar haar en dat het echt heel erg geweldig is om die verantwoordelijkheid te hebben voor een nieuw mens, jouw verantwoordelijkheid te hebben, hè? dat jij ervoor moet zorgen. Ook al ben je dan nou man of een vrouw. Hè? En wil je dat risico niet lopen? Nou, je hebt het condoom. Lijkt mij. Uh, ja, daar kan je geen puistjes van krijgen. De zaaddodende pasta zou ik niet gebruiken. Je weet niet wat erin zit, man. Als dat zaaddodend is, ja, wat nog meer? Straks heb je een verstoring in je. Hè? In je. Hehehe. Nou, de hormoonverstoring van je lichaam. Absoluut niet doen. Veel te gevaarlijk. Ik weet nog dat ik een vriendin had. Dat was mijn eerste serieuze vriendin en zij was aan de pil. Ja, en in die tijd, dat was ik dus twintig of zo, was ik niet zo wetend als nu. Maar toen had ik daar geen moeite mee. Sterker nog, ik vond het wel leuk. Van, ah, lalala, lekker aan de pil. Dan kan je lekker wild gaan, zoveel je wil. En ik weet nog dat zij. Toen waren we op vakantie. We zaten in de woning van mijn vader. Mijn vader had toen eindelijk een eigen ding. Waar hij toen zat. Weet ik niet, bij die vrouw of zo. Zal wel. Anyway, het was wel leuk. Het was in Amstelveen. En toen. Mijn vriendin die had iets en het heette witte vloed. Ze had dus een uh, afscheiding uit haar uh, vagina. En dat was niet uh, helder, want dat is normaal. Vooral als de ijsprong daar is. En dan heb je van het heldere vocht. Dat, dat is heel normaal, dat is omdat de ijsprong daar is. <laughs> ja, Even wat even wonder van de conceptie. Ik had nog een paar minuten, maar dat is dus zo. Hè? Dus als de ijsprong er is. Dan heb je dus een, 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 ja, een natte kut. Om het mij even op zijn boeren te zeggen. Ja, en waarom? Ja, dan moet een penis lekker naar binnen kunnen glijden. Want de ijsprong is daar. Snap je hoe doortrapt de hele boel in elkaar zit? Maar dat vocht wat er dan uitkomt, dat is uh, doorzichtig vocht. En zij had van het witte ding en dat rook ook een beetje. Nou, dat was wel jammer. Daar had ze echt last van. En het jeukte. Dat heb ik toen nog gedaan dan zei ze, Dan moet je de yoghurt in smeren. Dus wij naar de supermarkt hebben we volle yoghurt gekocht. Nou, yoghurt. En nee, ik, ik mocht dan smeren. Nou, dat is niet echt uh, seksueel opwindend of zo. <laughs> nou, die vakantie was voor een deel in het water gedonderd. En dan kan ik erbij zeggen: ja, in hoeverre had dat te maken met het feit dat zij die hormoonverstoring uh, pillen. Slikte. Een vraag die ik aan jou stel. Ik weet het niet achteraf het is al zo lang terug. En, uh... Maar dat is ook niet doen. Abortus is, uh, is geen optie. Geen optie. Nou, en een condoom, ja, dat kan je doen. Hou er rekening mee dat een condoom niet zaligmakend is. Dus... Ja. En dan heb je nog maar één ding over. En dat is dat je het niet doet als je niet bereid bent om de consequenties te dragen van een zwangerschap. Oftewel, je gaat alleen maar in bed liggen en die leuke dingen doen met een jongen waarvan je redelijkerwijs zeker kan weten, want helemaal eh, zeker ben je dat nooit natuurlijk, maar redelijkerwijs weet je zeker dat als er toch een kind komt, ondanks het feit dat je een condoom hebt gebruikt, hè, als er toch een kind komt, euh, dat je dan samen voor dat kind gaat zorgen. En dat die man. Euh, ja, ja. Je moet ook niet te kieskeurig zijn in de, in de vader van je kinderen, want. Ja, waarop wil je selecteren? Je wil selecteren op het gedrag wat hij zal hebben als het kind ja, er is. En dat zover in de toekomst allemaal. Dan weet je toch niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar dat je de mannen we denken van, nou ja, als ik zwanger raak van hem, dan nou, dat is dat maar zo. Dan zien we het dan wel weer. En ik zit er niet op te wachten, dus we gebruiken een condoom. Maar als dat dan toch gebeurt, nou, dan is dat maar zo. Tappie? Nou, ik vond het wel een mooie over het wonder der conceptie. En ik hoop dat jullie geïnspireerd door uh, dit prachtige verhaal... dat jullie denken, nou, dan wil ik ook zo'n kind. Dan wil ik ook dat wonder meemaken. Nou, dat hoop ik echt. Want er is geen enkele noodzaak om geen kinderen te krijgen... Waarom zou je dat niet doen? Oh, er zijn landen in Afrika. En daar, krijgen ze, daar hebben ze de, de ene hongersnood nog niet gehad. En dan is het, de regelt het weer een paar jaar. En dan hup, heb je weer, uh, weer nieuwe kinderen, nieuwe kinderen, nieuwe kinderen. En er is zo'n land geweest. In de jaren tachtig woonden daar maar een paar miljoen mensen. En een enorme hongersnood. En toen zijn wij allemaal ingesprongen. En allemaal hulpten er toe. En voedsel en toestanden. Inmiddels dreigt er weer een nieuwe honderd-hongersnood, maar er wonen nu zeven keer zoveel mensen. Kijk, en dat noem ik dan uh, dat is de andere kant van het verhaal, maar dat hebben we hier niet. Hier hebben wij 1,3, 1,4 kind per vrouw. Dat betekent dat het aantal mensen dat neemt af. Ja, maar dat hoeft niet. Dat is nergens voor nodig. Ja? En zeker niet als je het hebt over verstandige mensen... Die geluisterd hebben naar deze uitzending en weten van het wonder der conceptie. Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers: tjus en dag, liefers.